Igor van Poperingen. Goedenavond, beste Igor. Goedenavond, Marcel. Zeg, en dat kan zomaar. Iemand van Poperingen mag hier vrij rondlopen in het Ieperse. Want ik heb al gemerkt, het zit een beetje moeilijk tussen die twee steden, hè? Ja, maar daarom heb ik een cadeautje meegebracht. Speciaal voor de Ieperlingen. Het is een kaars met mijn afbeelding op. Heel goed. Het is de bedoeling dat je de kaars niet aansteekt. Anders ben ik waar. Oké, laten we het hebben. U heeft hem straks allemaal begrepen. Laten we het hebben over de Lanterfanterroute. Dat is een wandelroute, ja. Ook sport, hè? Omheen en doorheen Poperingen. Door de binnenstad van Poperingen. Ja. Ja. Nu, Ieper is al een behoorlijke stad, maar Poperingen is toch iets wat kleiner. Dan ben je rap doorheen, denk ik dan. Wel, je zou ervan verschieten, Marcel. Ja. Je zou ervan verschieten. Je moet een keer komen. Natuurlijk heb je de gewone bezienswaardigheden in Poperingen. Maar er zijn ook andere bezienswaardigheden die de normale mens, zoals die meneer en u en ken ik je Poperingen? En iedereen over het hoofd ziet, ja. Eigenlijk. Er zijn dingen waarvan... En ik dacht toen ineens van, kijk, laat ons eens die speciale bezienswaardigheden uitleggen en er een aparte wandelroute voor maken. We hebben een paar foto's heb je meegebracht. Dit is bijvoorbeeld een spoorlijn, ja, een doodlopende spoorlijn. Nee, dat is het beginspoor in Poperingen. Mensen denken dat dat een eindstation is. Dit is een beginstation. Dus, het begin. De spoorlijn daar is het begin van alles. In Poperingen, ja. Daar waar je dat kunt zien. Dus dat is ik die daar zit. Kijk naar de spoorlijn die wegloopt. Zo. Dus de bakermat van de hele NMBS ligt eigenlijk in Poperingen. Meer dan dat, tot zelfs in Azië kunt je, als je in Poperingen je oor op het spoor legt, dan hoort je de trein vertrekken in Phnom Penh. Hoort dat, Dus moet dat een keer doen. Daarom moet ik een keer de wandeling. Goed. Een bijzondere gedenkpaal zien we hier ook. Is dat een soort van grenspaal? Dat is de grenspaal. Dat is tot daar zijn de Duitsers geweest. de meeste mensen denken dat de Duitsers niet in Poperingen zijn geweest. Maar die zijn dat wel geweest. Zijn dat wel geweest? Maar achter de oorlog zijn er 3 Duitsers gekomen. Dat was de steenkapper, de puttendelver en de metselaar. En de steenkapper heeft de steen gekapt in de vorm van een paal. De puttendelver heeft de putten gedolven. En de metselaar heeft dat schappen ingehouden en die paal erop gemetseld. Ja. Tot daar zijn ze. Ja. En dat was midden in een oprit van bepaalde mensen. Dat dacht, ja. Dat kun je een die foto een keer terughalen? Is dat mogelijk? Kijk, voilà. Ja, daar is hij weer. Ja, midden in een oprit van die mensen en die Duitsers door die paal gezet. Ja, zo zijn ze. Dus die mensen net ook, maar wilden paard en kar en dan nooit kunnen parkeren. Ja. En ze zijn dan weggetrokken. Ja. Naar Ieper waarschijnlijk. Ik vind dat spijtig. Dat is spijtig. Dat vind ik een groot verlies geweest. Allemaal door de Duitsers. Allemaal door de Duitsers. We hebben hier een foto van een geboortehuis. Ja, dat is het geboortehuis waar Dirk Vriemhout bijna geboren is. Bijna? Ja, maar er is geen voordeur in het huis. Dus zijn moeder kon niet binnen. Nee, ja, die is dan daarnaast gaan bevallen. Die is dan in het gasthuis bevallen. Mm-hmm. In patattekot, want de verloskamer was bezet. Oh, ja, goed. We hebben hier nog een deurtje. Dat is dan een gebouw met wel een deur, maar die zit een beetje op een ongelukkige plaats. Dat is de Sint-Janskerk. Dus in de noordelijke flank ziet je een deur zitten. Mm-hmm. Dat is de deur die eigenlijk aan moet zitten in het huis waar dat de Vriemhout bij is. Die deur was verkeerd geplaatst. Op een of andere manier op de verkeerde plek eruit. Ja, dat is goed. We hebben hier nog een foto van een vijver. Dan denk ik, ja, een vijver dat vind je overal. Hier zijn ook mooie wateren rond de vestingen van Ieper. Ja, maar dat is de speciale Poperingse kweekvijver waar dat de diepzeevissen worden gekweekt. De diepzeevissen? De diepzeevissen. Ja. Dat is moeilijk kweken, Marcel, want je weet, een diepzeevis leeft op een diepte van 6000 meter. Ja. En onze kweekvijver is maar 2,20 meter. Dus wij moeten nog veel druk opsteken. Anders ontploffen die vissen. En raken de mensen gekwetst en pijn dan de Duitsers zijn weer een keer. Er zit een hydraulische drukpomp onder de grond die druk zodanig opdrijft. Je moet dat een keer komen bekijken. Je moet dat een keer zien. Ja, goed. Je moet dat een keer zien. Nog eentje, een uitkijk. Dat is uitkijkt op het stadhuis? Dat is het gasthuis. Waar het gasthuis. Dirk Vriemhout dus geboren is. Ah, ja. En dat is elke dag om 11:55 komt de uitkijker kijken in de uitkijkdoden.
om te zien of er geen vijandelijke schurken naar Poperingen komen. Ieperling bijvoorbeeld. Maar nee, dat was meer in de... Nee, hier, mijn vredeskaart staat hier klaar. Dus, maar in de middeleeuwen was dat wel zo, want de middeleeuwen, je weet, dat was een rare tijd. Hij sprak straks van vierendeeuwen, maar dat deden ze in de middeleeuwen. Hè. Ze trokken nu in brokken met Brabantse trekpaarden. Voilà. Want dat bestond in de middeleeuwen, Brabantse trekpaarden. Dat zijn paarden die elk jaar trekken die weg. In september. Grote groepen zo rond de kerktoren eerst nog wat ronddraaien en dan zijn ze weg. Naar het zuiden. Ja. Nee, naar Brabant. Sorry, naar Brabant. De Brabantse trekpaarden, natuurlijk. Naar Brabant trekken ze. Goed. Dat is belachelijk. Ik vind Brabantse trekpaarden vind ik belachelijk. De Frieslandse steltloper, dat is ook een trekdier. Hè? Is dat ook een trekdier? Elk jaar trekt de Frieslandse steltloper van Friesland naar Senegal 4000 kilometer en terug. Op zijn stelten. Mm-hmm. Brabants trekpaard trekt van Brabant naar Brabant. Ja. En zweten dan ze doen. Zweten. En moe dan ze zijn. Zeg, Igo. Moe van te zweten zijn ze. Brabants, belangrijk. Brabants trekpaarden zijn belangrijk. De lanterfante route in Poperingen. Hoe zit het met uw nieuwe show, Igor? Want dat moet toch stilaan... Je hebt dan een titel, een heel mooie titel, maar ik heb het hier opgeschreven. Igor wil een pony. Ik wil een pony. Ja, het is een mooie titel. Maar wanneer komt de voorstelling? Want de laatste keer dat ik u zag, dat was bij Kerstmis in Antwerpen. Geweldige show, stukje. En ja. Nu zijn we bijna opnieuw Kerstmis, maar de show is nog niet af. De show is bijna af, Marcel. Dus in 15 november... In de Scala in Gent, de grote première van de Igor wil een pony show. Woe, en wat kunnen we verwachten? Stukjes uit de lanterfantenroute? Onder andere, ja, dat heb je goed gezien. Okay. Dus er wordt gelinkt gelegd tussen de route en tussen de show. Dus mensen die naar de show komen, krijgen een gratis brochure aanboden. Anders moet je betalen in de toeristische dienst van Poperingen. Ik geef dat dan gratis. En die kunnen dan komen kijken naar het vervolg van de show, eigenlijk in Poperingen zelf. Goed. 15 november, allemaal naar de Scala in Gent, voor Igor. Igor wil een poding. Igor, dames en heren.